Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Frans Metz de Betterij, Kia de Beer en Reisbureau Buitenlandse Zaken. Goedendag dames en heren, hartelijk welkom bij FC Rijnmond. Een uitzending die in het teken zal staan van Feyenoord. Dat op jacht gaat naar de 14e KNVB-beker. Zal zondag moeten gebeuren thuis. Want dat is het eigenlijk gewoon in de Kuip natuurlijk tegen NEC. We gaan erover praten met Bas van Noordwijk, met Dennis van Eersel en met Geert den Oude. Kan je alweer lopen? Sinds woensdag. Sinds woensdag. Rotterdam Marathon volbracht. En dat maakt wat bij je los, hè? Dat liet je niet onberoerd. Nee, en als ik er zo even op terugkijk, want ik had natuurlijk even een interview gelijk. Ik was 5 meter over de finish, dus er stond onze vriendelijke collega Frank met de microfoon. Maar ik denk dat het vooral ook te maken heeft met dat je er zo lang mee bezig bent en dat het best wel naar tegenop hebt gekeken. En als dat dan uiteindelijk lukt, dan daar komt er ook emotie bij vrij. En dat is niks is een mens vreemd dan emotie, althans bij mij wel. Ik ken je een beetje, maar de kijkers misschien wat minder. Die hadden deze tranen bij den Oude niet zo snel verwacht. Dus het maakt je menselijk, dat is alleen maar mooi. Nou ja, ik hoef verder niks te zeggen. Nee, 4 uur en een beetje. Menselijke analist. Ja, wat bedoel je nu te zeggen? Nou, ik neem mijn petje af. Ja. Eerlijk is eerlijk. Nou, ik zag er een paar op de fiets naast zitten. Daar had ik al mee alleen mee. Dus dan word je dat eind moet lopen. Als je die Abdinagee op de fiets moet bijhouden, dat is bijna niet te doen. Dus echt conditietraining, ja. Eerste klas. Knap gedaan, Geert. En felicitaties namens ons allen. Als collega Jesse trouwens ook, hè? Ja, ook gefinished. Ja, nee, keurig. Allemaal kanjes. Goed, jongens, we gaan op naar Feyenoord. Dat gaat voor het derde jaar op rij op jacht naar een prijs. De eerste keer lukte net niet. Ja. De tweede keer lukte bijzonder wel. En de derde? Gaat het wel lukken? Ja? Je moest er toch even over nadenken. Nou ja, ik denk even terug aan die thuiswedstrijd tegen NEC. Toen ze met 2-0 voorkwamen en toen dachten, nou dat kan wel een tandje minder. Dat is niet zo'n goed plan. Het lijkt me niet verstandig voor zondag. Dus vol erop klappen? Vol erop klappen en tot op de laatste minuut geconcentreerd blijven. Daar hielden we eigenlijk niks meer aan toe te voegen. We zouden de uitzending niet kunnen afsluiten, ja. Toch? Mooi. Ja, toch? Nee, ja, dat is altijd met Bas. Geef hem 5 minuten en nog gelijk ineens. De kern te pakken. Ik denk dat NEC, want ik heb daar wel wat aan toe te voegen. Ik denk dat NEC ook Feyenoord wel onder druk gaat zetten. Omdat ze toch hebben gezien in de afgelopen tijd dat veel ploegen Feyenoord onder druk hebben gezet. Ja. En daar heeft Feyenoord best wel eens lastig mee. Dat zag de Fortuna ook, hè, afgelopen weekend. Die probeerde dat ook. Ja. Ja. En NEC is ook weer verder dan ze toen, want dat was nog best alweer een tijdje terug. Dat was vlak na de winterstop. En sindsdien hebben ze ook gewoon indrukwekkende prestaties gehad. Hè. De wedstrijd tegen PSV springt er het meest uit. Die wordt ook het meest aangehaald. Maar ook in andere grote wedstrijden hebben ze er wel gestaan. Dus Feyenoord krijgt ook wel een misschien nog sterker NEC dan toen al het geval was. Nou, ga zo meteen verder echt vooruitblikken op die wedstrijd. Maar wat gebeurt er dan op zo'n vrijdag? Dan gaan de beide circussen vanuit Rotterdam en Nijmegen naar Zeist voor een gezamenlijke persconferentie. Nou, die is zojuist geweest. Collega Dennis Kranenburg die was erbij. Dennis, goedemiddag. Je staat daar in de Zeiste bossen tussen de beelden. Voelt dat nog iets van Feyenoord-historie daar? Of is die niet echt te ontdekken? Kijk maar naast me hier, Bart. Johan Cruijff, die weet natuurlijk hoe het is om met Feyenoord een prijs te winnen. In 1983-84 landskampioen geworden en natuurlijk ook de KNVB-beker binnengesleept. Nou, dan kijk je naar deze kant. Johan wijst er al een beetje naar. Willem van Hanegem, ook wel iemand die natuurlijk weet hoe het is om een prijs met Feyenoord te pakken. In 1969 won hij met Feyenoord de KNVB-beker. Dat ging toen nog over 2 wedstrijden. De eerste eindigde tegen PSV in 1-1. De tweede werd 2-0. En uiteindelijk was Willem van Hanegem in die tweede wedstrijd dus degene die het eerste doelpunt maakte. Waardoor Feyenoord dat toernooi dus op zijn naam wist te schrijven. Je zegt het al, we zijn hier in Zeist bij de KNVB-campus waar vandaag dus die persconferentie plaatsvond. Maar daarvoor was er nog eventjes een moment voor de beide trainers. Rogier Meijer en Arne Slot en Bram Nuitink, speler van NEC en David Hansko van Feyenoord. Om nog even op de foto te gaan met de KNVB-beker voor het voltallige Nederlandse journaal dat hier naartoe was gekomen voor dus die persconferentie. Hey, en wat was het belangrijkste nieuws in die persconferentie? Was dat er eigenlijk überhaupt? Nee, eigenlijk dat bij Feyenoord iedereen wel beschikbaar is. Hè? Behalve dus Zegiel en Hartman. Zij zijn geblesseerd. Die verhalen zijn inmiddels bekend. Dus wat dat betreft kan Arne Slot over iedereen beschikken. Ja, en dus lijkt er ook geen enkele aanleiding om ook maar iets aan die basisopstelling te wijzigen. Nou, of er aanleiding voor is. Ik denk dat met name dus tegen Ajax ietsje beter was dan die tegen Fortuna.
Maar er zijn wel meerdere jongens die constant aantonen dat ze ook kunnen spelen. Ik zal er niet één voor één bij langs gaan, maar we zijn de gelukkige omstandigheid dat we niet alleen 11 goede basisspelers hebben, maar daarachter ook een aantal jongens zitten die ook moeiteloos in de basis zouden kunnen spelen of gespeeld hebben. En dan kun je ook nog een stukje naar de tegenstander kijken of je daar dan wel of niet gebruik van wil maken in deze wedstrijd. En dan zullen we zondag zien welke keuzes we daarin maken. Gaan we zondag zien. Dennis, hebben ze bij Feyenoord eigenlijk spelers met enige cupfinal ervaring? Zeker. We hebben onder andere Gernot Trauner, natuurlijk ook Timon Wellenreuter en David Hansko. Alle drie weten ze hoe het is om zo'n finale niet te winnen. Al heeft David Hansko er uiteindelijk ook eentje op zijn naam geschreven toen met Sparta Praag. Ja, en dat is ook wel iets, zo'n ervaring van David Hansko, die hij dan meeneemt naar de finale van aanstaande zondag tegen NEC. En dat is ook wel iets wat hij dus heeft gedeeld met zijn ploeggenoten in aanloop naar die wedstrijd. One of the things I told the boys was about is that yeah, you need to take initiative in the game. You need to play maybe a little bit riskier to create something, because I expect a really tough game. So in this moment you need to be brave and you need to take initiative. Ja, dat was David Hansko. Terwijl je hier in Rotterdam nog wel een beetje het gevoel hebt dat het qua finale koorts allemaal wel een beetje nog moet gaan ontbranden. Maar goed, dat gaat zondag echt wel gebeuren. Hoe is dat in het kamp in Nijmegen, Dennis? Ik bedoel, zijn ze daar al dagen, zeker weken, ondersteboven van de aanstaande finale? Ja, absoluut. Daar is het echt al wekenlang. Ja, eigenlijk alles wat over die finale gaat. We hebben zelfs gebouwen al gezien in de kleuren van NEC zijn verlicht. Ja, je merkt daar ook wel dat het daar iets heel bijzonders is. Hè? Het is de derde finale pas die ze in de historie van NEC gaan spelen. Dus ja, daar is het echt wel iets waar op grootste wijze naartoe wordt geleefd. Alle kaarten die waren ook wel redelijk snel verkocht. Ze zijn wel een beetje bang dat er veel meer Feyenoorders uiteindelijk in het stadion zullen zitten. Om ook op die neutrale plekken dat de Feyenoord supporters zullen gaan zitten. Maar ja, ze zeggen ook van ja, we gaan op bezoek bij Feyenoord. Hè? Eigenlijk spelen wij gewoon een uitwedstrijd. Dat is ook zo, omdat het zo geloot is. Maar ja, ze hebben er wel ontzettend veel zin in. Ook aan de kant van NEC, waar het dus wel iets meer lijkt te leven. Al wil Arne Slot daar zeker niets van weten. Dankjewel. Hoe zou jouw pose eigenlijk zijn als je zelf een standbeeld zou zijn? Kun je dat even laten zien? Een bezem. Een hele stijve arm. Zo iets lijkt. Een hele stijve arm. Ik kan hem ook als Geert. Als Geert kan het ook, hè? Als Geert kan het ook over de finish van bij de marathon. Zo. Dankjewel, Dennis. Daar was het in de Zeisterbossen. Knap standbeeld zal het worden. Een lang standbeeld vooral. Ja, lang. Daar heb je veel voor nodig. Alles is lang. Oh, nou, dat is... oh maar. Oh maar. Ja, Feyenoord speelt in de eigen Kuip, Bas. Jij hebt een aantal van die cupfinals met Feyenoord meegemaakt. Iedereen zegt nu, ja, Feyenoord speelt thuis. Heeft het thuisvoordeel. In hoeverre merk je dat nou ook echt daadwerkelijk als je binnen die club actief bent? Want ja, de helft van het stadion is maar gevuld met Feyenoord supporters. Ja, maar... Dus is het natuurlijk wel een verschil. Er zit wel een verschil in. Alleen de kaarten zijn verdeeld onder de twee clubs. Waar eerst nog eens een keer voor sponsors van de KNVB en genodigden van de KNVB een aantal van afgaan. Het enige wat je merkt in die, tenminste in mijn rol, het gezeur over kaarten. Ja. Want ze hebben nooit kaarten genoeg. Nee. Dan wil ik nog niet eens over parkeerkaarten hebben. Ja, als je weet wat die mensen achter de schermen, en die zie je niet of die hoor je niet, maar die hebben zo verschrikkelijk veel werk daaraan. Dat is het verschil van een thuiswedstrijd. En, ja. En voor de rest, ja, die spelers, joh, die spelen gewoon, die gaan die finale spelen. En de finale is altijd wat bijzonders. Dus dan merk je wel dat ze wat meer gespannen zijn. Maar je zit in je eigen kleedkamer. En, ja, want Feyenoord speelt officieel thuis. Ja. Heb jij het in die jaren ook als een thuisvoordeel ervaren? Jawel. Ja, je zit in je eigen omgeving. Ja. Je hebt alles wat je nodig hebt is in je kleedkamer. Dus wat dat betreft is het wel een thuisvoordeel. Je zegt Feyenoord speelt thuis. Ook als die loting zou zijn geweest dat Feyenoord uitspeelt. Neem de laatste finale die Feyenoord won van AZ. Toen was het officieel AZ Feyenoord. Feyenoord ook in de uitenus. Maar in het reglement is opgenomen dat ook in die situaties... Ja. Dat Feyenoord altijd zijn eigen kleedkamer krijgt. Nou, voordelen eigenlijk. Ja. Waarbij de vraag wel eens wordt opgeworpen van ja, kan dat allemaal wel? Moet je niet als Feyenoord in de finale staat een ander stadion kiezen? Maar ja, wie wil dat dan weer herbergen? Nou ja, het probleem van Nederland is dat we natuurlijk een klein land zijn en niet zoveel hele grote stadions hebben. Maar geen nationaal stadion. En geen Wembley. Nee, precies. Maar dat is de Kuip in Nederland. Ja. 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 Ja, we zijn ook in Nederland heel slecht ermee met omgaan met tradities. Geniet er nou gewoon van. Dit is toch een mooie traditie. Heel veel clubs vinden het toch geweldig. Die dromen altijd van de Kuip. En alleen maar als Feyenoord in finale speelt, komt dit
sorry dat ik het ga zeggen, dit gezeik elke keer weer nee, terug maar dat naar is, boven. Ik begrijp helemaal ook, ik vind ook helemaal terecht dat het stadion is en dat het het Feyenoordstadion is vanwege alles. Want elke voetballer wil liever in de Kuip spelen dan in de Arena, lijkt mij. Meer vanwege de nostalgie van het Feyenoordstadion. En we hebben maar twee stadions in Nederland die meer dan 50.000 mensen kunnen hebben. Dus het wordt sowieso een van de twee. Hmm. Jij hebt 3 bekerwinsten meegemaakt. Ja. 2008, 2016, 2018. Ja. 2020 ging niet door. Welke van die 3 staat je het meeste bij? Utrecht, die tegen Utrecht was het meeste, waar het meeste vuur in zat. Want die 2-1 toen stond ik zelfs een keer op het veld om ze uit elkaar te houden. Want dat liep met Willem Jansen was dat toen. Ja. Dat liep aardig uit de hand toen. Dat was in die andere wedstrijden niet. En AZ, die wonnen we. En met 3-1. En vooraf moesten dan geloot worden 3-0. Door de teammanagers. Als de penalties moesten genomen worden aan welke zijde. En die loting verloor ik. Moest jij doen? Ja, dat moest voor de wedstrijd met de scheidsrechter. Maar goed, dat deel je dan niet mee aan de rest. Want laat ze eerst maar voetballen. Of het tot penalties komt, zie je dan wel weer. Is dat altijd of was het die keer? Nou, dat was die keer. Ik weet niet of dat nog steeds is. Maar die verloren. Ik zeg, nou, dat is mooi. Dat is de laatste keer dat we vandaag verliezen. Dus we gaan weer naar binnen. Wel opmerkelijk dat de teammanager de loting moet verrichten. Zou het strafschoppen worden? Welke kant de strafschoppen genomen zou worden. Nee, niet van wie er zou beginnen. Dat zou dan op het veld gebeuren. Maar de kant werd toen vooraf geloopt. Ja, okay. En heb jij in al die jaren bij Feyenoord ervaren dat als de bekerfinale op stapel kwam, dat ook wel echt een hoofdprijs was en niet een troostprijs? Nee, absoluut. Ja, het zou wel heel vreemd zijn als je zo arrogant bent om te zeggen dat een KNVB-beker geen hoofdprijs is. Ja. Tuurlijk is dat een hoofdprijs. En dat is niet omdat PSV nu kampioen gaat worden. Maar het is altijd, in mijn ogen, en ook degene, de technische staf en de club zelf, ja, die vinden dat gewoon een hoofdprijs. 5 bekerwinsten in de afgelopen 30 jaar voor Feyenoord. Laten we maar eens een blik terug in de bekertijd doen met historische beelden en historisch commentaar. Regieblinker. Daar komt de voorzet van Loem. Ja! En dan de tweede instantie Peter Bos, Obiku, ja, hij doet het weer, Maiko Obiku! Dit biedt misschien perspectief, Theo Lucius, rechts van het 16 meter gebied, dan de Guzman na een combinatie met Mols, Dolle, de Guzman, ja! Nu is die weg niet zo lang meer. Kap weer naar binnen toe. Elia, prima actie. Gaat schieten. Oh, ja! Ja! Eltro Elia. En wat een lekkere fout van die Poolse keeper. Zijn owner is op de tribune. En hij gaat geweldig in de fout. Wat een blunder van die Bentarek. Die moet hij hebben. Maar heeft hem niet. Speelt wel maar terug naar Van Persie. Van Persie gaat richting strafschopgebied van AZ. Het bal krijgt hij terug. Hier is Van Persie. Het stiftje. Ja! Hij doet het gewoon met een stiftje. In de eerste helft ging hij tegen de lat, werd hij afgekeurd. En nu met zijn andere been een stiftje die wel binnen gaat. Hiervoor kwam hij terug uit Turkije. Hiervoor kwam hij terug van Fenerbahçe naar Feyenoord. Om de 2-0 te maken in de bekerfinale. Geweldig om weer te zien. Ik kreeg een beetje kippenvel toen ik Hans van Vliet hoorde. Ja, die had ik ook. Ja. Die kijkt hopelijk ergens boven op een wolk trots mee naar de huidige Feyenoord prestaties. Zeker. Met weer kans op een prijs. Want dan gaat zijn het wilde Feyenoordjaren. Nou, vandaar als je dit ziet, dan hoef je toch niet meer te vertellen dat een echte prijs is. Nee. Zo simpel. En dat leeft ook gewoon zo. Dus wat dat betreft is het voor mij heel eenvoudig. Heb jij in jouw lange carrière als teammanager bij Feyenoord wel gemerkt dat het toeleven en de benadering van zo'n wedstrijd net even wel wat anders is dan een reguliere competitiewedstrijd? Ja, tuurlijk. Er zijn allerlei regels waar je zoveel mogelijk
die regels weghoudt bij staf en spelers. Maar op een gegeven moment worden ze daar wel mee geconfronteerd. En dan heb je het over kaarten. En dat speelt bij spelers ook nog wel eens mee. Maar ja, het is ook één wedstrijd waarin het moet gebeuren. Dus dan zie je wel dat na die wedstrijd toe komen die kopjes wel weer wat strakker te zijn. Dan zijn ze of luidruchtiger en sommige zijn wat stiller. Ja, dus toch wel net even wat meer zenuw ook bij die gasten. Absoluut. Ja. Absoluut. En toch is de voorbereiding er één geweest zoals te doen gebruikelijk, hè? Ja, met de Conference League finale ging Feyenoord natuurlijk. Maar dat was ook echt het einde van het seizoen. De competitie zat op, is Feyenoord naar het buitenland gegaan, een soort trainingskamp. Ja, nu alle faciliteiten zijn daar op 19.08. Er was een volle week. Feyenoord heeft daar 4 keer gewoon kunnen trainen. Selectie compleet, wat Dennis net al zegt, op 2 spelers namen. Dat weten we al, staan er wat langer aan de kant. Alles is hier voor Feyenoord om er gewoon goed naartoe te werken. En Geert, moet je dan trainen op strafschoppen? Ja, sommigen doen het wel, maar het is niet te doen. Weet je, het is niet te doen, omdat je het mentale aspect en die omgeving niet kan trainen. Weet je, ik kan ook 10 keer trainen om de bal links hoog in de hoek te trainen. Ja, dat kan ik heel erg goed doen. En dat lukt waarschijnlijk 9 keer. Ja, de technische vaardigheid is misschien wel te trainen, precies. Alleen de druk is niet te trainen. Dus is niet te trainen. Hm. Dus dat valt op dat moment over het algemeen allemaal weg. Nou ja, er waren geloof ik vroeger ook, zal ook wel in jouw tijd zijn geweest, dat het wel werd getraind. En als je het dan miste, moest je bij wijze van spreken 200 meter gaan sprinten of zo. Ja, maar dat is koude grondpsychologie. Hm. Weet je, we hebben de grootste spelers ook de laatste weer in de Champions League strafschoppen zien missen. Ja, weet je wel? Silva, ja. Ja, dus. Gisteravond waren er nog een paar, hè? Fenerbahçe. Dus, ja, en het is natuurlijk zo dat je staat als speler daar op die middenlijn. Kijk, als keeper is het heel simpel, je staat vlak bij die goal. Maar die speler moet van die middenlijn daarheen lopen. Ja, die goal wordt niet steeds groter, die goal wordt steeds kleiner. En die keeper wordt steeds groter, denk je, shit. Ja, maar daarom volgens mij zijn er ook hele boeken over volgeschreven inmiddels. Is het enige wat je kan trainen, maar dat moet je dus eigenlijk dag in dag uit herhalen, is op die techniek dat je altijd hetzelfde wat dat betreft doet. Ja, want ze zeggen Bas vaak, ja, trainen van strafschoppen heeft voor voetballers misschien niet zoveel zin, want de druk is niet na te bootsen. Maar is het voor een keeper wel zinvol om ze te trainen? Nee. Nee, ja. Ik ging altijd maar uit van het feit dat je kijkt hoe een speler in de wedstrijd zit. Dat weet je dan wel. Of die zich zeker voelt en dan met welk been die trapt. En neemt hij de makkelijke hoek of neemt hij de moeilijke hoek? Of geen hoek? Makkelijk rechts is rechts van de keeper. Nou, moeilijk is links van de keeper. Dan moet je echt met techniek. Het helpt denk ik wel, Bas, als je als keeper weet, hè, gewoon statistisch, wat is zijn lievelingshoek. Als hij 10 penalties neemt, vaak schieten spelers 8 van de 10 in dezelfde hoek. Dat, ik vind wel als doelman en als keeperstrainer dat je die informatie moet hebben en moet geven bij zo'n serie. Dat tegenwoordig nu niet meer gebeurt. Dat en dat hebben ze bij Feyenoord wel. Natuurlijk hebben ze dat, maar in die tijd. Ik zal niet over dat HSV beginnen, maar ja, ik wist echt niet welke hoek ze schoten. Die was ook weer de keeper toen. Dat weet ik niet. Maar, van de HSV? Ja. Nou, die wist het niet dus. Maar om aan te geven, dat was toen helemaal niet. Ja, nu tegenwoordig hebben ze zo'n bidonnetje bij. Er staat precies op welke speler in welke hoek schiet als hij hem gaat nemen. Een keeper heeft natuurlijk ook bijna geen last van druk. Weet je, want je bent altijd. Je hebt maar 1 te pakken en je bent een winnaar. Weet je, als je er 5 om je oren krijgt en die zit in de hoek, ja, dan heb jij niet zoveel te verwijten. De druk ligt echt bij de speler. Nou ja, ik dacht toch laatst bij NEC, bij de keeper, bij Sillissen toen hij een keer een competitiewedstrijd penalty pakte, dat er wel wat druk even loskwam. Daar zit natuurlijk zo'n verhaal achter, net als dat met Van der Sar op een gegeven moment zo was. Ja, als het dan wel een keer lukt in zo'n serie, dan gaat dat spelen natuurlijk. Maar het probleem van Sillissen is dat Sillissen vooral zelf het zichzelf heel erg moeilijk maakt. Maar ja, als je kijkt hoe die jongen uit zijn ogen kijkt, dan vind ik het niet raar. Hoezo kijkt hij wat jou betreft? Nou, die kijkt altijd een beetje angstig en een beetje verdrietig. En ik vind dat zelfs nooit echt een frisse, leuke, mooie blik heeft. Hij zou wat meer moeten lachen of zo. Dat sowieso. Een beetje achterdochtig misschien. Ah, misschien ook. En als je dan kijkt hoe hij interviews geeft, ja, tenenkrommende interviews. Ja, dus. Maar de druk ligt, wat Geert zegt, klopt helemaal. De druk ligt gewoon met de speler. Ja. De keeper, we zitten nu al minuten te praten over een fenomeen wat misschien helemaal niet nodig is. Zeggen zij met enig Rotterdam voetbal optimisme. Dan 4-0, maar wij hebben 5 minuten over penalty serie. Ja, ik geloof ook niet dat het vast hoort. Het kwam een beetje voort uit de vraag van hoe is je voorbereiding in aanloop naar zo'n finale. Ja. Zijn daar nuances anders? En natuurlijk is als het gaat om strafschoppen nemen, Feyenoord trainer Arne Slot daar ook vandaag naar gevraagd.
Nou, maar je bent al een heel jaar bezig met het feit dat er wel ergens een keer in een toernooi een strafschoppenserie kan komen. En hoe je dat dan op de beste manier kan voorbereiden. Dus dat begint niet een week voor de finale. We hadden ook al getracht dat heel goed voor te bereiden voor de wedstrijd tegen Roma. Maar dat pakte niet zo goed uit. En dan leer je altijd nog weer van keuzes die je of zelf gemaakt hebt of die er zijn gebeurd. En dus nemen we ook wel weer iets mee van die penalty-serie tegen AS Roma. Maar uiteindelijk is dat niet iets wat je een week van tevoren gaat voorbereiden en waar je al een heel jaar probeert op voorbereid te zijn voor de momenten dat je het nodig hebt. Goed, tot zover even een streep onder penalty-discussie. Waar hij op doelt, denk ik. Het enige wat ik kan bedenken, hij heeft die avond natuurlijk je handbaks ingebracht. Ja. Eigenlijk puur en alleen voor die strafschopserie. Ging mis. Ja, frank genoeg was hij een van de mensen die miste. Gisteren bij Fenerbahce Olympiacos zagen we dat ook. Bonucci was speciaal ingebracht voor die serie. Ook een normaal gesproken iemand die daar heel goed in is. Die mist de beslissende. Ja. Dus vermoed ik dat hij daarop doelt. Dat je er wel wat meer minuten moet maken voordat je gaat aanleggen voor zo'n strafschop. Ja. Zullen we nou echt over kappen nou? Ik zeg niks. Kappen, nou weet ik het wel hoor, met die strafschop. Hey, nog Dennis, één ding? Nee, die bekerfinale. Die vraag je naar strafschoppen. Ja, dat was ik. Dennis, die bekerfinale is Feyenoord dus zondag eigenlijk niet baas in eigen huis. Hè? De KNVB bepaalt er op dat moment even wat in het stadion gebeurt. Ja. Er is gedoe in het stadion. Ja, ja. Kun jij dat kort uitleggen? Wat is er aan de hand? Nou, dus deze week is het nieuws gekomen dat de Kuip gaat geen concerten meer organiseren vanaf 2026. En in ruil daarvoor krijgt het een flink aantal miljoenen. Het exacte bedrag wordt van nog... Van de gemeente? Vanuit de gemeente. Ja. Dat heeft te maken omdat ze woningen in de buurt van de Kuip willen bouwen. Als er nog steeds concerten zijn, moet daar geluidsisolatie in die woningen, wat het veel duurder maakt. Dus op die manier willen ze budgetneutraal, zoals de gemeente het zegt, de Kuip compenseren als ze geen concerten meer doen, zodat die woningen gebouwd kunnen worden. En voor de duidelijkheid, de Kuip is niet de Club Feyenoord. Hè? Nee, zijn nog steeds twee aparte organisaties. Sinds de nieuwe stadion-discussie duidelijk zijn. Je hebt twee verschillende bedrijven, inderdaad. Ja. Stadion Feyenoord en de Club Feyenoord. Nou, en bij de Club heb ik daarna ook de reactie op gevraagd van, wat vinden jullie van dit nieuws? Hoe kijken jullie daarnaar? Die sturen daarbij heel erg aan. Natuurlijk zijn ze blij als het financieel beter gaat met het stadion. Ze hopen vooral dat dat geld ook gebruikt gaat worden voor onderhoud. Ja, dan denk ik meteen, er ligt zo'n zware schuld bij die Amerikaanse bank Goldman Sachs. Hè, voor dat nieuwe stadion wat er niet kwam. Ik denk dat het geld vooral daarvoor gebruikt gaat worden. En dat onderhoud dan daarna eventueel weer komt. Ja, ze zijn bij Feyenoord in ieder geval niet blij met hoe ze er niet ook in meegenomen zijn. Het is min of meer medegedeeld. Hè. Maar de wijze waarop, dat zorgt toch bij Feyenoord wel voor wat irritatie. De banden tussen club en stadion zijn echt weer bij een nulpunt afgekoeld. Maar even voor de beeldvorming. Gaan daar allemaal rusthuizen gebouwd worden rondom de Kuip? Nee, in het hele Feyenoord City-plan zouden natuurlijk al woningen komen. Hè? Ook woningen voor sociale doelgroepen. Oké, maar nou zijn er 5 concerten in de Kuip per jaar. Ja. Misschien nog geen eens. En als ik kijk naar de mensen die rondom het Zuiderpark hier in Rotterdam wonen, die hebben 10 keer per jaar een festival, 5 keer per jaar. Krijgen die dan ook allemaal subsidie om hun ramen? Waar gaat het over? Weet je, we hebben een marathon in de stad. Iedereen heeft wel eens last van een keer overlast. Maar gaan we nu dus dat niet meer doen? Hier zijn gewoon, ik denk ook, Europese regels voor opgesteld. Aan wat voor geluidsnormen, zeker met nieuwbouwwoningen, die moeten voldoen. En als je weet dat daar concerten zijn, dan moet je die woningen daarop aanpassen. En als geen concerten meer zijn, dan hoeft dat niet. Dus dat is het compromis dat nu gesloten wordt. Hmm. Gaat ver, hè? Gaat ver, ja. En het gaat om veel geld. Zeker. En Feyenoord is er dus vooral niet blij mee, omdat die miljoenen die vrijkomen niet voor verbouwing en onderhoud nog heel besteed. Belangrijk, Bart, ja, Feyenoord heeft natuurlijk de wens om eigenaar van dat stadion te worden. Heeft Dennis de Kloes heeft dat op de nieuwjaarsreceptie nog gezegd. Op de lange termijn moet je maar afvragen, hoe gunstig is dit nou? Hè? Want je krijgt nu een eenmalige compensatie. Er werd ook altijd qua horeca-inkomsten met die concerten werd er geld verdiend. Dat ga je op de lange termijn nu ook nooit meer krijgen. Dus als je ooit gaat verbouwen, laat staan renoveren, het hele verdienmodel met dat stadion is na dit besluit natuurlijk wel ook omlaag gegaan. Ja. Dus ook over die eenwording is dit weer een onderwerp wat nou, daarbij niet gaat meehelpen. Daar hoor je niet van over. We zagen net wat standbeelden. Ja. Ik denk dat degene die zorgt dat de club en de Kuip bij elkaar komen, dat die ook een standbeeld krijgt. Verdient. Ja. Een heel groot standbeeld ook. Want ja, het is een grote ambitie van de Kloes. Ja, maar hoeveel jaren is dat nou al aan de gang? Ja. Ik was heel lang. Nagaan. Ik was nog niet geboren. Nou, dat is heel lang. Ja. Maar om aan te geven van, alsjeblieft, los het een keer op. Ja. Maar ja,
sommige belangen schijnen niet oplosbaar te zijn. Egootjes. Ja. Te grote egootjes. Ja, maar bij het stadion is net een nieuwe directrice. Je zou denken misschien dat dat weer wat dichter bij elkaar komt. Maar als je het niet goed vertellen. Blijkt. Goed jongens, we komen er hier voorlopig niet uit. Zij komen er niet uit. Het ego-werk, want uiteindelijk het stadion is onlosmakelijk de Kuip met Feyenoord verbonden. Dus iedereen die dat gaat proberen tegen te houden. Iedereen wil zo goed mogelijk stadion hebben wat functioneert voor Feyenoord. Daar gaat het toch om. Dus iedereen die dat probeert tegen te houden is te veel met zijn ego bezig. Punt. Punt. Amen. De Kuip, zonder het decor van de bekerfinale. Als we even kijken naar de road to the final van Feyenoord. Allemaal thuiswedstrijden. Utrecht 2-1 gewonnen, PSV 1-0 gewonnen, AZ 2-0 gewonnen, Groningen 2-1 gewonnen. Bij welke zit je nu gelijk? Bij Groningen. Ja, maar zo, toen dat was ik analist. En toen riep ik ook nog vrolijk van, dat wordt 4-0. Ja, vooraf. Ja, Bas, ik zeg ook wel eens wat geks. Ja, ik ga ook nooit naar het casino, hè. Dat gaat niet lukken. Maar om aan te geven van... AZ was zorgeloos, 2-0. En verder was alles niet al te overtuigend. Nee, het was, Groningen was helemaal lastig. Dat had, tenminste ik niet, maar ik denk niemand verwacht. Die kwamen op voorsprong. Dat was echt... Kom ik wel met mijn stokpaardje van ja, alles was niet zorgeloos. Iedereen ook altijd, Feyenoord loopt altijd thuis. Ja, Feyenoord, dat is statistisch onwaarschijnlijk, wordt nu al gezegd. Trouwens, overall heeft Feyenoord vaker uitgespeeld dan thuis. Maar sommige verhalen moet je niet doodchecken. Nee, maar Feyenoord speelt, en dat is statistisch pas echt heel erg raar, bijna alleen maar tegen eredivisieploegen in het bekertoernooi. Ja. Dat is qua kansberekening ook heel erg. En dit is niet tegen misselijke met PSV, AZ, Utrecht. Nee, het waren niet de minste. Nee, daarom. Dus dan is het logisch dat ze PSV niet met 4-0 versloegen, toch? Als jij ze en Utrecht. Nee. Fijn dat we blij zijn dat ze Hercules niet geloot hebben. Om maar even zout in de wonden te strooien. Ineens komt hij uit de hoek met een klein sneertje. Jij zei je trouwens wel, was het 2 weken geleden, dat je misschien het wel... Vorige week. Ik zie jou zo vaak. Wel een keer de tijd was dat Ueda de kans zou krijgen in de spits. In de basis dus. Zou de bekerfinale wat jou betreft daar een geschikte wedstrijd voor zijn? Nou, ik had het eigenlijk vorige week verwacht. Maar dat was meer gewoon doordat Jiménez een hele lange reeks gewoon niet goed genoeg gepresteerd heeft. En dat ik vind dat je op een gegeven moment een andere spits een kans moet geven. En dit was vorige week vrijdag dat ik dat zei. En ik weet niet of jullie allemaal de wedstrijd van afgelopen weekend van Feyenoord gezien hebben. En de Jiménez hebben zien spelen. Zeker, maar terwijl jij de marathon aan het lopen was, dat zat was ik niet te presenteren en Feyenoord te kijken. Het was niet zo goed volgens mij. Nee. Dus het feit dat dat een keer gaat gebeuren lijkt mij... Ja, het lijkt mij dat echt wel een keer gaat gebeuren, ja. Maar niet alleen zondag. Nee, ja, ik denk dat zondag, nee, ik denk het niet. Voor een beetje finale. Nee. Maar kan het zo zijn, Bas? Hij is gisteren 23 geworden. Dat is natuurlijk relatief jong. Maar dat zijn agenda gewoon veel te vol is geweest. Van Jiménez? Ja, van de zomer door het voetbal. Hij gaat de komende zomer ook weer spelen, Copa America. Dat is iets anders, ja. Dat is internationaal natuurlijk al. Ja, moet wel spelen. Die agenda wordt nooit aangepast. Iedereen roept maar van het moet minder worden. Nu hebben ze toevallig in Engeland, bij de Cup hebben ze dan de wedstrijd, als die gelijk eindigt, nog een keer een uitwedstrijd. Dat hebben ze nu al geschrapt. Replay. Maar het zal toch wel een keer moeten gebeuren dat die internationale agenda echt aangepast gaat worden. Want die jongens gaan echt, moet je kijken hoeveel blessures er zijn. En niet de minste blessures. Hè. Dan zeg ik niet dat dat allemaal daarmee te maken heeft. Maar dat heeft wel veel invloed, denk ik. Over Jiménez, ik blijf erbij als tegen Ajax. Hij heeft een paar keer echt gewoon de juiste loopacties gemaakt. Als de bal wel naar hem komt, maakt hij er misschien 2. Hebben we heel deze discussie vandaag niet. Daar ben ik niet helemaal met je eens. Kijk Feyenoord-Ajax maar terug. Naar maar een aantal Dennis, momenten Dennis, met Jiménez. Ik ben wel met je eens dat hij vaker een bal had kunnen krijgen. Maar waar ik vooral ook... Dus dat betekent dat hij dan meer kansen krijgt om te scoren. Alleen als je nu het hele seizoen krijgt, hoeveel kansen hij gekregen heeft, hoeveel hij er gemist heeft, dan vind ik dat al zorgelijk. Ik ben het wel met je eens hoor. Ik heb ook vaker gestaan dat ik een bal niet kreeg. Ja, dan kan ik ook niet scoren. Maar als men de kansen ging missen, ja, dan... Ik denk dat dat vooral mensen vooral zien en dat het ook terecht is. Ik kan me zo een 4-5 kansen, Excelsior een keer vanaf 2 meter, weet je, wat hij overschiet. Dus dat zijn momenten wat die in zijn hoofd te veel gaan blijven zitten. Gerard, hij heeft er nu 21 in liggen. Dat is al knap in zijn goede seizoen. Ja, dat is hartstikke knap. En stel nou met dadelijk nog 4 competitiewedstrijden te gaan, dat hij dat optrekt naar 25. Dan heb je toch eigenlijk niet zoveel te zeggen. Nee, maar dan is het toch gewoon goed. Dat begrijp ik wel. Alleen op het moment dat je als spits 9 wedstrijden droog staat en kijk hoe fijn... Kijk, je moet niet alleen naar Jiménez kijken, je moet naar het hele resultaat van Feyenoord kijken. En je hebt gezien, we hebben net de bekerwedstrijden gehad waarin Feyenoord
het moeilijk had. Ja. Ja, als je een spits hebt die moeilijk scoort, ja, geldt dat ook voor heel Feyenoord dat ze moeilijk scoren. Paschal en Minté, de twee vleugelspelers, die zijn nu beter geworden. Die hebben er allebei 9 gemaakt nu dit seizoen. Dat is een hele prettige bijkomstigheid op een moment dat Giménez niet zo goed draait. Ja. Want hebben ook alle twee periodes gehad dat we hier gezegd hebben, nou, die moeten misschien maar eventjes aan de kant gezet worden. Ja. Weet je? Dus luister, ik weet precies als het werkt. Ik ben 13 jaar spits geweest. Alleen op het moment dat je als spits het voor elkaar krijgt in de negatieve zin, dat je daarmee bezig te veel bezig gaat houden, dan ben je gezien. En dan kan je soms misschien beter eventjes gaan zitten een keer en dan weer opnieuw komen in plaats van dat je daar maar tegenaan blijft. Want hij heeft tussendoor een keer 1 doelpunt gemaakt, maar heeft dat echt geholpen? Het lijkt vooralsnog van niet. Nee. Welleroyte kiept de bekerfinale, ondanks dat Bijlo wel weer bij de selectie zit. Ja. Snap je die overweging? Jawel. Kijk, het zijn natuurlijk 2 dingen. Wie is de betere keeper? Nou, je weet mijn mening, dat is Bijlo. Alleen, Welleroyter heeft nu dusdanige serie neergezet dat het wel heel wrang zou zijn om hem dan bij die bekerfinale weer te passeren. Dit verdient hij gewoon. Ik denk dat hij dit verdient. Ik denk dat dat ook de juiste keuze is van Arne Slot. Ik denk alleen dat na deze bekerfinale dat Bijlo weer op zou... Dat hij die laatste 4 wedstrijden gaat kiepen. Ja, en misschien ook wel voor andere spelers na de bekerfinale een keer een kans gaan krijgen. Ja. Zoals een Ueda of een andere jongen die nog niet zoveel gespeeld heeft, waar ze ook echt wel vertrouwen in hebben. Nou, ik denk dat we Feyenoord iets vaker weer gaan zien. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Feyenoord is toch soort van klaar nu? Nee, 12 punten op Twente met 4 wedstrijden te gaan. Ja, daarom. En dus beter doel zal dat dus ook dus, precies. Dus ja. Slot kan van alles proberen de komende 4 wedstrijden. En die jongens die internationaal gaan. Dennis, wat maakt NEC dit seizoen tot zo'n aangenaam, goed voetballende ploeg? Ze hebben een goede combi, denk ik, van ervaringen. Sillissen ging het al over. Schöne brengt natuurlijk ervaring mee. Nuitink heeft dat. Samen met Sandler achterin. Ja, goede Feyenoord verleden trouwens. Ja. Goede voetballers, ook als Proper die erbij is. Vind ik dat hij een goed seizoen heeft. Die Ogawa in de spits. Dus het team is gewoon heel erg in balans. Ze waren in de eerste weken, in de eerste seizoen zelf, echt nog wel een beetje zoekende. Maar op een gegeven moment is daar gaan draaien. En zeker deze tweede seizoen zelf, is echt voor NEC-begrippen ongekend. Die staan heel dicht op Feyenoord en PSV qua verliespunten. Die ze nauwelijks hebben geleden. Dus dat was heel knap. Team zonder vedettes. En dat maakt het denk ik heel erg sterk. Ook binnen die ploeg. Je vindt Sillissen geen vedette? Absoluut niet. Nee, dat idee had ik net al. Nee, maar dat heb ik ook nooit gevonden. Nee. En ik vind het wel een goede als linksback. Voordat mensen mij verkeerd gaan begrijpen. En jij doet nu een soort geneetje. Weet je wel. Maar ik vind Sillissen verder een prima keeper. Laat het duidelijk zijn. Maar ik vind geen vedette. Zeer zeker niet. Verdonk, goed. Kelvin. Ja. Die ontwikkelt zich goed daar. Een wereldventje. Ja? Ja, ik heb hem meegemaakt bij Feyenoord natuurlijk. Ja. Dus, Kelvin die doet het uitstekend. Wat dat betreft was het bij Zwolle ook al zo natuurlijk. Turin ook al een stijgende lijn. En dit seizoen helemaal. En natuurlijk iedereen kent zijn vrije trap inmiddels. Tegen Sparta schoot hij geloof ik zo binnen. Ik weet niet eens welke wedstrijd het was. Ja. Maar in ieder geval het was een aardige, aardige kegel. Nee, maar NEC... En je krijgt natuurlijk 2 backs. Kelvin en Bart Nieuwkoop, die hebben eigenlijk hetzelfde speltype. Bzzt, naar voren en langs die lijn. Dus die komen gaan elkaar eens tegenkomen. Die komen elkaar wel een keer tegen. Ja. Oh, dat wordt wel interessant om te kijken. Dus wat dat betreft, Nee, het is knap wat er in Nijmegen gebeurt. Ze winnen dit seizoen van PSV. Natuurlijk onlangs hebben we ook al van AZ gewonnen, van Twente gewonnen. Feyenoord kwam in de Kuip niet verder dan 2-2. Eens luisteren naar de trainer, Rogier Meijer van NEC. Hoe hij aankijkt naar die bekerfinale van zondag. Volgens mij heeft Feyenoord na de winter nog niet verloren in een officiële wedstrijd. Alleen met strafschoppen tegen AS Roma. Dus die zijn volgens mij geweldig onderweg. Dus wij zullen als elftal denk ik de wedstrijd van ons leven moeten spelen. Willen we daar een goed resultaat halen. En die kansen zijn er uiteraard. Maar dan ben je ook afhankelijk van de uitvoering die wij gaan brengen op het veld. Maar daar werken we wel naartoe. En dat is wel hetgeen wat we graag willen. Ja, af dit jaar willen ze graag opbouwen, van achteruit voetballen. Jij zegt net al, dat gaan ze waarschijnlijk nu niet doen in de Kuip. Ze gaan Feyenoord proberen aan te pakken en onder druk te zetten. Nou, ik vind dat de tegenstanders die tegen Feyenoord vooral succes hebben gehad, die hebben Feyenoord proberen onder druk te zetten. Ja. In delen van de wedstrijd. Kijk, 90 minuten druk zetten gaat niet gebeuren. Maar ik heb heel veel ploegen gezien, zelfs FC Groningen zette Feyenoord van het begin van de wedstrijd onder druk.
Dus omdat iedereen inmiddels ook wel weet dat Feyenoord best wel aardig kan opbouwen. En ga je Feyenoord de kans geven, zoals vaak in wedstrijden gezien hebben, dat Feyenoord, zeker vorig seizoen, maar dit seizoen begint het langzaam weer beter te worden. Als een ploeg helemaal terugtrekt en je gaat Feyenoord druk laten zitten, met ook zeker thuis. En je gaat zeker aanvallend, dan gaat Feyenoord eigenlijk altijd wel scoren. Ja, uiteindelijk valt hij dan meestal wel. Valt hij wel. En ik denk niet dat NEC daarvoor gaat kiezen. Nee. Goed jongens, ongelooflijk veel zin in. Zondagavond om 6 uur. Hoe is ons spoorboekje verder? Ja, ik vraag niet wat ik zelf weet, maar ik vraag voor jou de vraag. Nou, wij gaan die zondag in ieder geval, we komen sowieso online natuurlijk nog met wat verhalen. We hebben net al een voorproefje laten zien van een paar goals uit het Rijnmond-archief. Er werden meer doelpunten gemaakt in die wedstrijden. Dus er komt nog veel meer van online de ochtend van de wedstrijd. We gaan nog terugblikken op een finale die bijna niemand zich meer kan herinneren. De finale van 1984, vlak voordat, een week voordat Feyenoord kampioen werd natuurlijk. De dubbel die Feyenoord toen pakte. Over die vergeten finale komt er nog een mooi verhaal. Ja, en de wedstrijddag zelf vanaf 4 uur gaan we live op de radio. Maar wel radio 2.0, want we maken die uitzending, jij maakt die uitzending. Vanaf deze desk is ook op tv kunnen mensen meekijken naar onze radio-uitzending. Precies, we gaan een radio-uitzending die ook live op tv is met gasten hier aan de tafel. We hebben verslaggevers in de stad en rond de Kuip. Jullie gaan commentaar doen, dat gaan we dan ook op tv laten horen. En dan de afloop gaan we... Alleen ik kom niet voorbij. Nee, alleen geen huilende en rouwende. Verder is alles hetzelfde. We weten al niet wat er gebeurt. En maandag, als Feyenoord wint, dan gaan we natuurlijk ook de huldiging laten zien op de Binnenrotte. Dat zal zijn dan vanaf 11 uur in de ochtend, allemaal live op Rijnmond. Bas van Noordwijk, veel plezier zondag met kijken. Ga je daar naartoe? Ja. Veel plezier, man. Maar wat doen we nou, mochten ze nou onverhoopt niet winnen, zit dan toch Geert hier huilend? Maandag. Nee. Nee, joh. Nee. Maar daar hebben we geen eens een plan voor. Jawel, nee. Maar dat gaan we nog even smeden. Ik moet nu echt afronden. Dank wel voor het kijken. Graag dus tot zondagmiddag om 4 uur live hier op Rijnmond, op tv en op de radio. Goed weekend. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Frans Metz de Bedderij, Kia de Beer en Reisbureau Buitenlandse Zaken.